Jaroski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Far Cry New Dawn. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven waren. Want in de vorige aflevering hebben wij Thomas Rush weten te redden van de Highwaymen. Want die hadden hem natuurlijk gekidnapt. Maar de Highwaymen weten wel dat wij dat hebben gedaan. Oftewel, ze zullen hun wraak hier gaan komen halen. En ons doel is natuurlijk om de Prosperity, oftewel onze thuisbasis, op te bouwen, mensen te recruiten en uiteindelijk de gehele Highwaymen uit te schakelen. Maar wat ik meteen even ga doen is ik loop meteen eventjes naar de werkbank. Want ik kan namelijk een vet wapentje gaan maken. Dus even kijken waar die staat. We hadden natuurlijk gezegd dat we de ARC aanvalsgeweer zouden gaan halen. En ik heb op dit moment genoeg duct tape, dus laten we maken. En dan hebben we in plaats van een pistooltje, wat we tot nu toe altijd hebben gebruikt, hebben we een aanvalsgeweer, wat natuurlijk veel, veel beter is. Alright, nice. Dan zetten we die, even kijken, in de plek van de zaagwerper. Maar dan eigenlijk wil ik wel nog een stealthwapen bewaren. Maar wat ik doe, is ik ga naar mijn voordelen. En we spelen het voordeel goed bewapend vrij. Dat kost ons 2 punten. Nou, we hebben 5 beschikbare punten, dus we kunnen daar op zich wel wat aan besteden. Want dan kunnen we een derde wapen meenemen. Dus die bemachtig ik. De volgende skill die ik wel graag wil hebben is het openen van kluizen. Dus daar gaan we sowieso nu wel voor sparen. Maar ik wil gewoon ook de zaagwerper mee. Dus als we dan even teruglopen weer naar de werkbank. Dan kan ik dus nu ook, als ik hem even goed opzoek, de zaagwerper als derde wapen meenemen. Dus zo kunnen we natuurlijk steeds meer spulletjes mee gaan dragen. Steeds meer verschillende wapens mee gaan dragen. Want uiteindelijk kunnen we nog een extra wapen meenemen. Maar voor nu hebben we goede wapens in petto. Deze meneer wil ook graag iets zeggen. Dus even kijken wat hij te zeggen heeft. We tried bringing in another supply train back in the day. Damn thing fell the fuck apart while crossing a bridge. Oh. Most people are too chicken shit to grapple their way up in there. But I reckon there's still some good shit left. Alright, goeie. De beste plannen. Daar liggen dus ja, heel veel resources. Nou, het is echt super ver zoals je kan zien. Dus daar zijn we nog lang niet. Maar het pluspunt wel is dat het nu natuurlijk op de kaart staat aangegeven waar we die trein kunnen vinden. En waar we die supplies dus ook kunnen vinden. Dus dankjewel meneer, dankjewel. Dan rennen we even naar binnen. Want dan kunnen we gaan kijken hoe dit allemaal gaat aflopen. Want Thomas Rush, die is wel een beetje opgeknapt zo te zien. Whenever I built up settlements back west, I always made sure to bring the right people together to do the job. Because it's specialists that'll take all of this to the next level. Without them, we can't move forward. The specialists you brought back are working out great. I think we can give Prosperity his first big boost. Tell you what, Cap, I'm so proud of you, I'll let you do the honors. Oh! All right, dankjewel. Laat ons het doen. Ik vind het goed. We moeten de faciliteiten gaan verbeteren. 3 stuks in totaal. Sorry to come in with Carmina. I heard about what happened. Sorry about your people, Captain. At least you ended up in the best place Hope County has to offer. Trust me, I've seen the rest. Dat hoop ik maar, jongen. I'm Roger, Prosperity's personal pilot. Seriously, anytime you need a lift back to Prosperity, you can count on me. It's the least I can do for you, my friend. And if you want a little extra, I can see to that too. I used to rip off Highwaymen strongholds all over the country. Scored some really cool stuff. But ever since those Carlis the twins showed up, excuse my language, it's impossible to gather enough ethanol to fly outside of Hope County. Hey, I tell you what, if you can find me the fuel I need, we'll go rip off Highwaymen together. All right. It won't be easy, but trust me, it's worth the risk. Get me that ethanol, and you'll see what I'm talking about. Is goed, jongen. All right. Nou, dan kunnen we naar hem uiteindelijk ook ethanol gaan brengen. Dat is wel mooi meegenomen, maar we moeten dus 3 faciliteiten gaan verbeteren. Ik weet niet precies hoeveel ethanol we hebben. Ik kan hier heel eventjes kijken. We hebben 71 ethanol, dus ons doel eigenlijk op dit moment is gewoon om simpelweg meer ethanol te stelen van de Highwaymen. Dus dat is ook precies wat ik ga doen. Dus we gaan naar buiten toe. De gevarenzone in.
En dan gaan we... Oh, dit wapentje. Oh, joi. Dit ziet er wel mooi uit, dit wapentje. En dan gaan we ethanol stelen. Ik kijk heel even op de kaart waar we dan naartoe kunnen gaan. Want we weten sowieso dat hier supplies liggen. Dus daar kunnen we sowieso meteen op afrennen. En we weten dat... Ja, hier zijn we al geweest. Hier ethanol lag. En eigenlijk op al die plekjes, dus hier ook, ligt ook ethanol. Dus we moeten gewoon die plekjes afgaan. We kunnen ook Grace nog bevrijden. Dus laten we sowieso gewoon die kant op gaan. En dan gaan we het gewoon meemaken. Er staat hier geen auto, hè? Weet je dit? Kunnen we niet even een autootje regelen? Anders moet ik dat heel dat stuk gaan lopen. Eens even kijken. Ja, we hebben niet genoeg materialen om überhaupt een autootje te kunnen maken. Niet eens een motortje gewoon. Oké, ja, dan gaat het niet worden. Dan moeten we een stukje lopen. Is ook niet erg. Dat is goed voor je. Kunnen we ook een beetje genieten van de omgeving. En mochten we plantjes tegenkomen, dat is ook een goeie. Dan kunnen we die plantjes natuurlijk ook weer meenemen. Ligt er ergens een slang, joh? Oh, daar. Zo. Neem ik de huid even mee. Want via die plantjes... Oh, liggen hier gewoon allemaal materialen in, joh. Dat komt mooi uit. Via die plantjes kunnen we uiteindelijk weer EHBO-dozen kopen. Kunnen we speciale ammunitie kopen en ga zo maar door. Dus het is ook handig dat op het moment dat wij plantjes tegenkomen... Ik zal even kijken of ik er eentje hier zie. Ja, kijk. Plantjes tegenkomen zoals deze. Dan kunnen we die meenemen en dan kunnen we uiteindelijk weer meer spulletjes van maken. Dus mochten we die tegenkomen, dan moeten we het gewoon pakken, joh. We zijn op dit moment op één van de supply plekken terechtgekomen. Maar er staan wel vijanden op het dak. De bel die gaat ook af. Dit is de oude kerk. Misschien herkennen mensen deze nog wel. Dit is het vangcenter namelijk. Dus we moeten ze rustig uitgeschakeld. Want ze staan natuurlijk op het dak. En ze gaan ons ook hoe dan ook zien. Maar misschien kunnen we achter ze komen. Want ik zie hier namelijk wel een ziplijn. Alleen die ziplijn kan ik natuurlijk alleen maar naar beneden nemen. Of ben ik nou heel dom? Kunnen we hem ook naar boven nemen? Nee, oké, dat dacht ik al. Dat is een sniper. Die ook, alright. Oh. Zo, hij draaide zich net om, die sukkel. Nou, dan schakelen we maar zo gewoon op deze manier uit. Ik vind het ook niet erg. Maar goed, wat hoofdje richten, zijn ze ook in één keer weg. Loopt er hier zo nog eentje. Waar ben je naartoe? Waar ga je naartoe? Oh, hier ben je. Doei. Dit wapen is fijn, joh. Oei. Alright, er liggen heel veel spulletjes. Tandwieletjes. Oplosmiddel. Nou, jij hebt sowieso nog wel ammo voor me ook. Dus we nemen gewoon alles mee wat we kunnen. Hoe meer, hoe beter. Want op deze plek liggen dus heel veel spulletjes. Nog meer tandwielen. Nou, de bel die... die hoeven we niet te laten afgaan. Ik hoor ook echt overal vliegen, joh, rondvliegen. Wat zit hierin? Een briefje. Wade's dagboek. Ik was laatst aan het graven bij de kerk toen ik een soort crypte onder het gebouw stuitte. Onder het gebouw. Krijg nou wat. Het leek een perfecte plek voor mijn spullen, dus ik heb de hele boel daarheen verhuisd. En de sleutel gegeven aan de nieuwe beer die ik heb getraind. Hij komt altijd aangelopen als ik het signaal geef, net zoals we hebben geoefend. Nog nooit buitengesloten geweest. Oké. Dus onder het gebouw. En we moeten een manier vinden om de beer te lokken. Nou, we kunnen de kerk helaas niet meer in. Die is helemaal afgesloten. Maar hoe gaan we ooit die beer lokken? Dat is eigenlijk nog wel een goeie ook. Neem eerst even alle spulletjes mee. Zo. Hij heeft waarschijnlijk hier die beer opgevoed. Kijk maar. We staan in een soort van kooi. Hebben wij vlees bij ons? Nee, hè? Dan moeten we de beer op een andere manier lokken. Want we hebben wel een bal, maar daar hebben we natuurlijk ook niks aan. Het lijkt er wel op dat het een echte beer is. Want ja, er liggen hier ook wel teddybeertjes. En cheeseburgertjes. Maar dat zijn sowieso ook neppe cheeseburgers. Maar het is sowieso een echte beer. Dat kan ik je wel garanderen. Alleen, hoe gaan we die ooit lokken? Is hier gewoon een werpmes, joh, zie je dat? Die hebben we al, volgens mij. Er liggen overal werpmessen. Ja, ik weet niet hoe we die moeten gaan lokken. Hebben we... Ik check even snel. We hebben dynamiet, we hebben afstands. Kijk, we kunnen wel lokaas maken, zie ik nu. Die plantjes die we hebben opgepakt eerder...
en het vlees dat we al hebben verzameld, kunnen we lokaas van maken. Dus laten we die, ja, laten we er gewoon twee maken. En dan moet hopelijk die beer komen. Ik gooi het gewoon hier in het hok. Hop. Gaat dit werken? Oh ja, oh ja. Dat is een beer. Maar er zit de juiste beer. Holy... Oh, die beer die is... Ik weet niet of dit de juiste beer is, maar deze komt ons aanvallen, jongens. Uh-oh. Het was een idee, hè. Eerlijk is eerlijk, het was een idee. Maar dit is een wilde beer, hoor. Dit is geen opgevoede beer. Holy knetter. Holy knetter. Alright, dat was een verkeerde beer. Weer iets geleerd. Dus dat was een zwarte beer. Oi, 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 oi. Zo gaan we de beer dus niet lokken. Wow, dat had ik niet verwacht. Ik kwam wel een beer aan. Eerlijk is eerlijk, maar het was compleet de verkeerde beer. Woe. Dat doe ik niet nog een keer, dat weet ik wel. Ik zei net wel leuk dat we niks meer aan die bel hebben. Maar kunnen we die bel nog af laten gaan? Wacht, wat als ik gewoon op schiet? Oh. Komt de beer nu? Komt de beer nu? De beer is er! Oh, dit is niet heel erg handig. Ik gooi wel gewoon dynamiet op, want ik zou het anders ook niet weten namelijk. Ik heb namelijk bijna geen kogels meer. Het spijt me, beer, maar we moeten je vermoorden. Want wij zijn niet je baasje. En we willen graag alle spullen hebben die hier beneden liggen. Oh, hij komt het dak op. Hij komt het dak op. Kijk uit, Carmina. Carmina gaat toch gewoon slaan, wat een gek. Oh, sorry, ik schiet er neer. Het spijt me, dit ding dat kan af en toe een beetje een kant op schieten. Blijf liggen, Carmina. Holy knetter. Hij is gewoon het dak opgerend, zo die gekke beer. Ik blijf hier gewoon omheen cirkelen. Hij is niet zo... Hij is wel slim, hij loopt er nu omheen namelijk. Ik wil zeggen, hij is niet zo slim, maar... Het tegendeel bewijst het. Oh, dat lokaas, dat werkte niet, maar die bel dus wel, hè. Ik zei al leuk, we kunnen niks met die bel doen, maar we kunnen er dus zeker weten wel wat mee. Nog één keer en is hij denk ik uitgeschakeld. Het punt is dat mijn assault rifle op is. Ik heb geen kogels meer. Dus vandaar dat ik hiermee schiet. Woe! Alright. Dankjewel, we hebben de sleutel. Holy knetter, jong. Dat... Die zag ik ook even niet aankomen. Ik dacht, misschien is die beer nog wel vriendelijk. Maar we hebben nu twee beren moeten vermoorden. En ze waren alle twee niet vriendelijk. Hier is de ingang. Waar we de voorraad kunnen meenemen. Oh. Ziet er nog wel aardig uit. En hiervoor hadden we natuurlijk de card nodig, zoals je ziet. De keycard. En oh, joh, maat, er ligt hier veel. Moet je kijken, joh. Er ligt hier knijterveel, joh. Wat is dit dan? Dat zijn een soort van muntjes of zo. Tandwielen, 101, 100 veren. Nog 100 tandwielen, jongens. Dit is niet normaal hoeveel. We hebben hier ook nog een tape recorder liggen. We hebben 3 voordeelpunten verdiend. Volgens mij kunnen we dan het voordeel vrijspelen om die kluis te openen. Ik weet het zeker. Voordelen, hoeveel hebben we er? 7. Ja, ja, dan kunnen we de kluis gaan openen. Slotenkraak. Het kost ons 6 punten. Maar die kunnen we nu wel bemachtigen. En dan kunnen we meteen deze kluis openmaken. Wat zit erin? Het duurt wel eventjes, maar we hebben de tijd. Dit is de eerste kluis die we gaan openen. Elke kluis die we nu gaan tegenkomen, die kunnen we dus ook gewoon gaan openen. En titanium. 17 titanium. I'm telling you, Wade, that bear ain't friendly. Nee. Ja, die beer die was inderdaad niet heel vriendelijk, nee. Want die kwam ons ook aanvallen toen we die bel luiden. Maar dit moeten we vaker doen, jongens. Er liggen hier zoveel spulletjes in. Helaas hebben we geen ethanol verzameld. Dus dat is natuurlijk wel weer een minpuntje. Maar hoeveel spullen wij hier hebben gevonden... Dat is echt niet normaal. We hebben wel 2 beerden ervoor vermoord. Want ja, dat lokkaas was niet de bedoeling.
Wist ik natuurlijk ook niet. Maar... Oh, een slang. Hallo, slangetje. Sorry, slangetje, maar ik heb je uit nodig. Maar wat ik nu graag wil gaan doen, is we wel eventjes naar Grace toe gaan. Grace kennen we natuurlijk ook van het vorige deel. Dat is iemand die met ons mee kan lopen en met ons mee kan gaan vechten. This is Grace Armstrong. The highwaymen took my weapon prototype and now they've got me cornered. Can't let them have that thing. I need help. Anybody? Ik kom je helpen, Grace. Ja, en Grace kan gewoon met ons mee gaan vechten. Dus dat komt natuurlijk mooi uit. Dus laten we sowieso haar kant even opgaan. En dan gaan we kijken of we er kunnen redden. Onderweg naar Grace komen we een buitenpost tegen. En ons doel is om de buitenposten die verspreid staan in de map te bevrijden. Dus ik ga hier heel even van mijn kwad af. Die ben ik onderweg ook tegengekomen. En hier zijn we in een stadje. Dus... we moeten deze gehele buitenpost bevrijden en daar kunnen we ook ethanol mee verdienen. En die ethanol hebben we natuurlijk weer nodig om de faciliteiten te verbeteren om verder te komen. En natuurlijk prosperity weer te verbeteren uiteindelijk. Dus we moeten dit wel een klein tikkeltje rustig aan, want je ziet altijd dat er gewoon mensen zitten. Wacht, ik heb een werpster. Gaat die? Ik wil die op hem gooien, want dan is hij als goed in één keer dood. Hij zit alleen echt op een beroerde plek, deze man. Laten we gewoon rustig even naar boven klimmen. We moeten niet schietend naar binnen rennen, want dan gaat het sowieso niet goed namelijk. Oh, er staat er daar ook een, zie je hem? Oké, never mind. Mijn werpmes ging compleet de verkeerde kant op. Ik dacht wel dat ik hier naar boven zou kunnen klimmen. Maar dat kon helaas niet. Ik kom hier ook gewoon niet op, joh. Oké, nu wel. Oké, er staan hier veel mensen. Nou, laat ze maar gewoon komen. We kunnen gewoon de ammo van ze oppakken namelijk. Oké, dit was niet de bedoeling. Kom maar met je versterkingen, jongens. Ik ben er klaar voor namelijk. Ik schiet jullie allemaal één voor één af. We moeten dan wel opletten, want er komt dus wel veel versterking aan. Want ze hebben het alarm gerinkeld. Mijn werpmes ging compleet mis gewoon. Maar dan kwam dat ik het randje niet op kon. Hallo vriend, ik sta hier lekker op het dakje en jij nu niet meer, is mijn dakje. Hey, het is wel een goede manier om dit wapen even uit te testen, eerlijk. Het is een hele goede manier om dit wapen uit te testen. Daar komen ze. Oh, ik heb geen kogels meer. Uh-oh, die had ik even niet zien aankomen. Oh, daar ben je, joh. Oh, hij loopt net weg. Ik heb nog wel een pistooltje natuurlijk. Hij klimt nu ook naar boven. Dan blijven ze hier gewoon even opwachten. Die is ook neer. Want die versterkingen die lopen daar. Zie je ze? Daar komen ze aan. Oh, ik heb ze! Dat was fair, joh, dat ik hem schoot. Oei, 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 oei. Dat was echt fair dat ik die schoot, joh. Zo. Hier ook nog. En dan volgens mij leeft er nog maar eentje. Nou, als dit de versterkingen waren, dan weet ik het ook niet meer. Het was één autootje. Eén autootje. En nu hebben wij het gebied hier overgenomen. Dit zijn wij natuurlijk. Daar staan we. En hoppatee, de Chop Shop is bevrijd. Oftewel, hij is nu in ons bezit. En dat moeten we over de gehele map doen. Alleen, het is natuurlijk niet zo handig dat er versterkingen komen. Maar dit is nu ook een plek waar we dus... Or you can scavenge it. That means the highwaymen will come back with tougher reinforcements. But if you take it again, you'll get more ethanol. Precies, dat is precies ook wat ik wilde zeggen. Wat wij nu kunnen doen is, we kunnen hier gewoon, ja, zoals je kan zien, weer wapens maken. En deze plek is nu van ons. Maar wat we ook kunnen doen, is we kunnen gewoon alle spullen hier meenemen. En dan daarna zorgen dat de highwaymen dit gebied weer overnemen. En op het moment dat de highwaymen dit gebied weer overnemen, kunnen we opnieuw terugkomen. En kunnen we nog meer spullen van ze stelen. En dat is eigenlijk ook wat ik wil gaan doen. Dus ik kraak nog wel even het slot en ik kijk even of er nog wat spulletjes hier liggen. Oh, kijk. I like it. Titanium. Dus ik check wel heel snel rond en dan denk ik dat we hier gewoon niet gaan blijven. En dat we dit gewoon terug gaan geven aan de highwaymen. En dan later op een gegeven moment komen we gewoon opnieuw terug. En dan veroveren we hem weer.
Want dat is wel de manier hoe we spulletjes kunnen gaan verdienen natuurlijk. We hebben al 100 ethanol ervoor gekregen. Dus dat is wel mooi, maar we hebben meer ethanol nodig. Dus vandaar. Even naar beneden glijden. Ik denk dat we best wel al veel hebben geplunderd hier. Ik denk ook niet dat er nog heel veel te vinden is. We kunnen natuurlijk snel eventjes een rondje lopen. Meestal ligt er veel op de daagjes en in die containers. Kijk, hier ook bij de voordeur. En dan hebben we denk ik zo wel alles. Wat ik dan ga doen... Dus ik kan sowieso even met jou gaan praten, want jij hebt nog wat voor ons. We owe a lot to Pastor Jerome. And Ramon. They're saving people from the highwaymen. Come to think of it, you and Jerome would make a hell of a team. Check up on them. They were at the old silo. Is goed. Pastor Jerome, die kennen we. Daar kunnen we ook langs gaan, maar nu kunnen we beroven. En dan ga ik heel eventjes kijken hoe dit werkt. Beroof buitenposten dan om 50 ethanol te verdienen. Highwaymen zullen het heroveren met betere versterkingen. Yes, sir. Nu heb ik dus de buitenposten weer uit de handen gegeven. En ze zijn dus nu ook beter beschermd hier. Dus wat we kunnen doen... Dus ze kunnen voor de tweede keer de buitenpost overnemen. Even wachten. En wat ik dus natuurlijk ga doen, is ik ga hem gewoon meteen weer overnemen. Dat vind ik leuk namelijk. Deze keer ga ik mijn werpmesje wel normaal gooien. De highwaymen hebben trucks loaded met een variety of loot en crafting materials. See if you can pick them off. Could make for a big score. Dus deze keer wil ik wel gewoon normaal naar boven kunnen klimmen, juist niet erg vind. Ik kom er weer niet op, hè. Het is nu al de tweede keer achter elkaar. Hij heeft ook een RPG nu, zie je dat? Oh. Waarom kom ik hier niet gewoon op? Oh. Weet je, we lopen wel anders, ja? Lopen wel anders, want we gaan er daar nooit op komen. Oh, ze zijn inderdaad wel wat sterker, ja. Holy knetter. Ze hebben nu allemaal armor aan. Oké, dit was niet de bedoeling. Dan moeten we gewoon vol erin gaan met schieten. Oh, ze zijn veel sterker nu, zie je dat? Ze hebben ook RPG's en alles, hè? Holy knetter! Dit zag ik even niet aankomen dat ze zo sterk zouden zijn. Holy knetter! Holy knetter! Zo! We moeten echt op hun hoofdje schieten, want anders hebben we er niks aan. Maat, ik heb gewoon geen ammo meer, joh. Oh, yo. Ze zijn nu wel heel sterk geworden. Ze gooien nu ook molotovs op ons. Maar we kunnen dit wel. We moeten het gewoon een beetje rustig aan doen. Dan kunnen we dit wel. Weer twee uitgeschakeld. Staat er ook één achter me. Au, dat was een molotov op mijn hoofd. Oh nee, ze hebben een mortier. Er zit een of andere gek achter een mortier te schieten. Zo. Misschien moeten we niet zo snel terugkomen als we weer een uitpost uit handen geven. Wat er gebeurt is blijkbaar dit. Oké, de RPG-man is ook neer. De shotgunman achter me aan. Are you kidding me? Eén keer, ik kan hem ook gewoon neerslaan misschien, wacht maar. Zo. Dat is nog wat makkelijker ook. Oké, er zitten er nog veel meer hoor. Ze zijn wel echt veel sterker nu, joh. Zo. Huh. Werpmes in hem. Loot ik hem meteen even. Oh, staat er nog één dichterbij. Nou, kuk gehit. Gewoon weer even naar achter rennen. Dat is onze container. Dat is ons kamp, jongens. Ik heb jullie terug laten komen. Maar ik had niet verwacht dat jullie zo sterk zouden worden meteen. Die is ook uitschakeld en dan leeft er volgens mij nog eentje nu. En dat is de RPG-man die daar staat. Gehit. En hij is neer. Wow, leven er nog meer? We hebben nu zoveel uitgeschakeld. Oei. Dan weten we dat dus voor de volgende keer. Ze worden veel sterker als je ze terug laat komen. Nu pas, jullie zijn een beetje laat, jongens. Er komen de versterkingen aan. Oh, what the heck?
Het is een helikopter qua versterking. Ik dacht, waar blijven ze, joh? Maat, die versterking die heeft letterlijk zelfmoord gepleegd. Ik wil niet heel veel zeggen tegen je. Maar... oh, ze staan daar, joh. Maar... hij kwam uit de lucht vallen en het donderstraalt zo. Dat was niet een bepaalde bedoeling, denk ik, van hem. Hij knalde tegen een soort van paal aan of zo. Nou, nog één keer hem hitten en dan hebben we hem, denk ik. Zo. Nog meer versterking. Oh, ja hoor. Dat is inderdaad nog meer versterking, ja. Ze komen gewoon om afrennen, joh, die gekken. Reload, ik heb nog één kogel, moet meer dan genoeg zijn. Behalve als ze met z'n twee zijn. Met z'n drie zijn. Ze hebben ook allemaal shotguns, ze rennen gewoon vol achter me aan. Zo, we hebben ze. Die versterking kwam iets later dan ik had gedacht. Maar ze moesten natuurlijk ook even aankomen rijden. Maar nu hebben we dus voor de tweede keer dezelfde outpost veroverd. Ik ga het niet nog een keer doen, want ik denk niet dat we dat kunnen overleven namelijk met deze wapens. Maar nu hebben we dus nog meer ethanol verdiend. En dat is de manier hoe wij dus ethanol ook kunnen gaan verdienen. Oh, nice. 200 ethanol nu. Wauw, wauw, wauw. Dat is echt, echt wel veel gewoon, jongen. Holy knetter. En we hebben het overleefd. Dat is nog het allerbelangrijkste. Het scheelde niet veel, maar we hebben het overleefd. Ik ga hem niet nog een keer uit de handen geven. We houden hem nu gewoon zelf. Deze outpost. Ik ga wel jullie even looten, want ik heb wat ammo nodig namelijk, als jullie het niet erg vinden. Dank jullie wel. En dat was het, hè, ja. En dan gaan we nu echt naar Grace toe. Want Grace zit nu al lang genoeg te wachten namelijk. Staat er hier een auto in de buurt? Ja, hier staat een autootje. Oké. Okay. Pak ik nog even deze kist en dan lopen we even naar die auto toe en dan rijden we naar Grace toe. Maar we hebben nu dus al heel veel ethanol. Oftewel, we kunnen al een aantal faciliteiten in Prosperity gaan upgraden. En zo kunnen we langzaam maar zeker natuurlijk alles gaan upgraden. En alle outposts die in de map zitten ook gaan veroveren. Maar de vijanden worden wel veel sterker naar de tweede keer. En waarschijnlijk ook naar de derde keer. En waarschijnlijk ook naar de vierde keer. Hoe vaak je het auto... oh, het is een bom in! Jesus! Zo de knetter, ouwe! Dat is goed dat ik het hoorde. Wow, sommige auto's zijn geboobytrapped. En dit was er één van. Ja. Heb ik eindelijk een auto? Oei. Daar hadden we echt geluk. Ik zweer, daar hadden we echt, echt geluk. Oeh, ik was net op tijd eruit. Hier zijn we dan bij Grace aangekomen. En ze vroeg natuurlijk om hulp. Ik zie al mensen op de taakjes staan. Oké. Dan weten we dat in ieder geval. Oh, er staat er hier zelfs één heel dichtbij. Even mijn zaagwerper reloaden. Zo, en dan ben jij in één keer dood. Dankjewel. Ze weten nog helemaal niet waar ik vandaan schiet. Dan ben jij ook uitschakeld. En die sniper, die heeft me denk ik gezien. Oh, die is ook al neer, joh. Zo, dat was een goede zaagwerper dan die ik daar schoot. Oei. Er zitten nog wel meer vijanden. Even kijken of we ze zien. Oh, ik hoor ook een quad aankomen. Komt die deze kant op? Of rij je door? Oké, die rijdt door. Moet het altijd even controleren natuurlijk. Dan liggen hier ook weer heel veel spulletjes. En Grace die zit achter ons. Maar eerst wil ik iedereen uitschakelen. Wie leeft er nog? Binnen? Nee, oké, het is rustig. Dan ga ik heel snel voor spulletjes kijken, want dat hoort er namelijk bij. En dan hoop ik dat iedereen dood is. En anders komen we er snel genoeg achter. Nou, ik zie ook niemand meer. Was niet heel goed beveiligd dan, kan ik ze zeggen. Ik ga ze verder ook niet helpen. Oh, daar ben je! Oh, het is dan redelijk goed beveiligd dan. Doei, nu niet meer. Ik dacht dat er staat hier nog ergens iemand, hoor. Dat kan niet anders. Maar hij stond er inderdaad, maar hij had ons gewoon niet gezien, die sniper. Awesome. Ligt er ook een briefje. Zoek in alle hoeken en gaten. Die valleisukkels verstoppen spullen graag op de gekste plekken. Dus sla alles aan gruzelementen. Je weet nooit wat je tegenkomt. Zie je losse planken kapot slaan, die hap. Goede kans dat er iets verborgen ligt. Ja, daar help je eigenlijk mij ook wel mee. Want kijk, anders was ik hier niet in gekeken. Perfect gewoon, er staat gewoon een kluisje, joh. Die kraken we weer eventjes snel. En dan checken we nog heel veel snel het gebouw hier naast ons. Zo. En dan gaan we naar Grace toe, want die, daar kwamen we natuurlijk voor. Ik
kijken. Ja, hier kan ik sowieso niet naar binnen. Er zit gewoon dicht. Ik kan nog wel het dakje op. Hier ligt op het dakje ook niks. Ja, laten we dan naar Grace toe lopen. Die staat al buiten. Ze heeft zichzelf al naar buiten geholpen. Even hier nog controleren. Kijk, er staan zoveel kisten overal, hè. En dan was het. Alright, Grace, wat heb je te zeggen? Want we hebben je geholpen. Oh, het is met je ogen gebeurd, joh. You're that outsider, huh? Here the highwaymen are none too happy with you. Nope. Good. About time you young gun stepped up to the plate. Name's Grace. And if I wasn't blind as fuck, I'd be fighting right beside you. I might have lost a step or two, but I'm still putting my hands to good use. Once I realized I couldn't aim and shoot like I used to. I built a gun where none of that would matter. It's inspired by something you cooked up, actually. Only I made a few modifications. If I wasn't so modest, I'd say it was the best gun in Hope County. Only problem is the highwaymen stole it from me and took it to the old train yard. That's where they hoard all the goods they've been stealing from the people here. It won't be easy, but trust me, the risk is worth the reward. Go get the gun, steal back the supplies they took. En mow down any pinheads you get in your way. Is goed. Ze heeft dus een speciaal wapen ontworpen waarmee ze kan schieten. Ondanks dat ze blind is. En het is nu onze taak om dat wapen terug te krijgen. Want ze staat hier wel heel badass met de shotgun in de handen. Maar ze ziet helemaal niks. Dus ja, ze kan wel gaan schieten. Maar ze weet ze helemaal ook niet waar ze op schiet. En dat wapen dat ze heeft gemaakt moet daar bij gaan helpen. En dan moet ze dus wel gewoon alles kunnen zien. En alles kunnen raakschieten. Waarschijnlijk kiest dat wapen zelf gewoon de targets uit of iets in die richting. Maar laten we de volgende keer dan gewoon meteen die kant op gaan. Het is 1200 meter verderop. Ik ben wel benieuwd waar het eigenlijk zit. Oh, dat zit helemaal hier, joh. Ja, dat is wel een stukje verder weg. Dus daar gaan we de volgende keer gewoon naartoe. En dan gaan we kijken wat we daar aantreffen. En of we Grace de wapen en ontwerp ook daadwerkelijk gaan vinden. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. We gaan de volgende keer gewoon weer verder waar we gebleven waren. Dus hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.